De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar komt er alweer aan. Gelukkig maar, want nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar het weer lijkt niet zoveel te veranderen. Meestal is er een zuidwestwind komende week, ook in het weekend. Maar beide dagen lijken overwegend droog te zijn. Dus dat is redelijk gunstig en de temperaturen zijn op zich ook goed. Eerst Egmond, Pier Egmond natuurlijk, zaterdag. Daar lijkt het toch al bewolkt te zijn met een stevige zuid- tot zuidwestenwind. Windkracht 5 tot 6 en op het strand toch wel regelmatig vlagen van windkracht 7. Maar bij de start en bij de finish is het zo'n 7 à 8 graden. Daar is helemaal niks mis mee. En dan passeert er in de nacht van zaterdag op zondag of zondagochtend nog een zone met wat regen. Dat is nog een beetje onzeker. Dan is er ook veel wind met zuid tot zuidwest windkracht 6 tot 7. Maar juist zondagmiddag zou het iets minder hard kunnen waaien met meestal windkracht 5 tot 6. Wat natuurlijk op het strand ook een flinke uitdaging is. Het lijkt dus overwegend droog te zijn met misschien een enkele bui zondagmiddag met temperaturen opnieuw van 7 à 8 graden. Veel succes, ik ben weerman Jules Geijnaert voor Le Champion.